Wat we vandaag gaan doen is, we beginnen zo eerst met een stukje lopen in combinatie ook al gelijk met trappen. We doen vandaag best wel veel met trappen. Daar gaan we het ook een beetje koppelen met passeerbewegingen. Alleen die hele training staat eigenlijk ook een beetje in teken vanuit één keer raken. Dus hier doen we straks lopen, voetwerk, trappen vanuit één keer raken. Daar is het nog niet zozeer één keer raken, maar gaan we het wel koppelen aan dat je hem in één keer over het goal moet trappen. En daarna gaan we nog een volgende keer richting de goal doen. En ook daar wordt het belangrijk vanuit één keer raken tot schot komen. Dus niet aannemen, meenemen, passeerbeweging maken. Het is, je maakt een actie, je krijgt de bal, je stuurt van mij de bal en je krijgt hem terug. En vanuit daar heb je één keer raken om in het goal te werken. Je krijgt het volgende. Hier ga je slalomen tussendoor zonder de bal. Dus dit is gewoon kort voetwerk. Zorgen dat je de pionnen niet raakt. Hier krijg je een kaas. Dus je kaatsen. En dan pak ik het voetwerk achteruit. Dus dan ga ik achteruit zonder de pionnen te raken. Hier noem ik nu een kleur. Of geel of oranje. Stel ik zeg geel, spring je naar de buitenkant van geel. Is het zijwaarts. Zijwaarts. Hij ligt klaar. Eén keer raken trappen. Strak in het net. Tik, voetwerk, ja, keurig, geel. Keurig. Dat is het. Dat is het. Om de pion te raken. Ja. Goed zo, achteruit, vooruit. We gaan krijgen de volgende. Je trapt hem in de tube, je krijgt hem terug. Je neemt hem aan. Altijd naar degene die om daar of naar degene die om daar. Je neemt hem mee. Hier krijg je de volgende beweging. Het is terugkappen, schaar links, rechts. Spelen door het poortje terugkrijgen. En in één keer via van haar trap. Rapido. Dit gaat ontzettend snel, ja? We gaan niet genieten van ons schot als we hebben gescoord. Dit is echt rapido. Dus het gaat als volgt. Ik krijg een schot. Jij speelt mij in. Ja, ik ga tussendoor het poortje door. Ik heb bijvoorbeeld eerst rechts schot. Ik krijg hem mee. Eén keer raken, scoren. Eén keer raken, komt scoren. Heb je gescoord, dus heb je gescoten. Gelijk terug naar je vakje. Ja, krijg je hem weer. Hup, andere kant. Eén keer raken, scoren. Heb je geschoten, terug naar je pakje. Hup, één keer, draaien, schot. Yes? Twee. Zo. 3. Bal mag niet boven de knieën zijn. Ja? Laag. Duwen. Low drift shot. Ja. Daar ja. Keur! Laag. Duwen. Leeg. Laag. Duwen. Krijg je hem? Ja. Linkerpootje. Meedraaien. Net hadden we loaded hard in één keer. Of zeg maar hard onder de knie. In de knie. Alleen nu krijg je dus een puntje recht. Alleen dan in de boven. Hey ja!